Goedemorgen. Het is op dit moment dat ik dit opneem. 9:15. En vandaag is zover. Ik ga vloggen. Ik heb vandaag een fantastisch leuke dag voor jullie. En ik moet tot die 500.000 op een manier halen. Zodat ik van, ga ik maar proberen met een dikke, vette vlog. Ik ben eigenlijk al wakker sinds 7:30. Want ik moest mijn vriendin naar het station brengen. Dus, beginnen met een goede tip. Koop geen vriendin. Ik ga je vandaag laten zien wat we gaan doen. Zal komen alle bankjes. We hebben vandaag bankjes opnames. Hartstikke leuk. En ik ga zelf een beetje opnemen. En abonneer! Mensen, jullie moeten echt even abonneren. Bij 500k heb ik denk ik wat leuks. Dus abonneer. Het is het waar. Ik wil vandaag er minimaal 1000 abonnees bij. Want als we nu elke dag 1000 abonnees bij krijgen, dan halen we het gewoon. Ik ga veel uploaden deze maand. Let's go. Mensen, mijn ontbijt is gemaakt. Oh, het ziet er weer lekker uit. We hebben vandaag lekker twee broodjes met servelaat. Waarschijnlijk stinken. En een shotje sambuca. Heerlijk. Je moet de dag eigenlijk wel beginnen met een shotje sambuca. Oh. Dus wil je nou even succesvol en veel geld verdienen als ik? Neem je sowieso een boek aan de ochtend. Trouwens, even iets heel anders. Wil je nou, want vandaag is natuurlijk een keiharde werkdag. Wil je nou zien hoe ik in mijn vrije tijd een dag doorbreng? Laat het vooral achter in de comments. En bij 30.000 likes gaan we het doen. En doe even, want ik heb allemaal dingen voorbereid. Als we het niet halen is het kut. Kan ik alles wegdieven? Mensen, er is niks lekkerder in de ochtend dan een lekker sugar. Fuck, shotje sambuca! Hartstikke deel! Mensen, het is een beetje chaos in huis en bank zitten. Want we hebben dus een busje nodig die we moeten huren, want we gaan iets doen. We gaan langs allemaal, ja, dat mag ik eigenlijk al niet zeggen. We moeten dus een busje hebben, eigenlijk zouden we dat pas later doen, maar nu moet het ineens vandaag. Nou, helemaal stress. Dus jullie weten wat ik dan ga doen. Een lekker potje FIFA! Mensen, we hebben fantastisch nieuws. Het is namelijk gelukt, we hebben een bus! Zit je dit nou allemaal te vertellen? Nee, ik heb niet gezegd wat we gaan doen. Alleen zei dat we een bus... Heb je schuld gegeven waarom het zo kut gepland is? Of... Nee, wie schuld was het? Ja, dat mag jij weten. Van jou. Nee, jongen! Jawel! Nee. Ik vlog. Waarom? Omdat het een dag in het leven van Koen is. Boeit toch iedereen? Ja! We gaan bankjes opnemen. Ja, weet ik. Ik heb ook al gezegd, dat kan ik niet, dat kan ik niet vloggen. Dus, maar ik heb net al heel... Het dag in het leven van Koen. Eigenlijk ga je al 12 uur een content weggooien. Je kan dingen kun je nog niet vloggen, weet je wel. Dat is ook de dag waarin je het minst zelf gaat doen. Hey, kun je even... Waarom doen jullie zo? Ik film het even, zodat ik naar mezelf kan kijken hoe ik hard aan het werk ben. Wow, je ziet alleen je kin. Zo, dan zien mensen hier. Oh. Mensen, op dit moment ben ik hard aan het werk voor de bank zitten. Dus dat toch op? Ja. Kutje. Kijk nou jouw werk te doen. Dag in het leven van Koen. Alles uitbesteden aan minderheden. Zoals? Ik. Wil jij misschien een lekkere pepernoot? Oh. Mag niet. Ah, nee. Ah, oh, nee. Oh, Kosten. Wat doe je nou? Jongen. Jezus. Wat een lul zeg. Alles onder de kast. Kan je het zo niet even opruimen? Ah! What the fuck? Nou, ik ga even opruimen. Hey Milo! Hey. Wat is dit? Waar is dit voor? Hoor je mensen van Koens kanaal? Hey. Wat is het? Maak jij een video en dat Milo film? Ik loop gewoon door. Mensen vinden het al een superleuke vlog. Dat is echt een leuke vlog. Rob en ik hadden net echt goede content. Rob gooide een zak pepernoten kapot. Yeah! Wow. Wat een leuke content! Wat heb je voor mooie merch aan? Dit is de bankzitter. Nee, daaronder. Dit is een, zo, vet shirt man! Mensen, abonneer op US News! US News. Ik kijk naar die Bitcoin livestream. Mijn strike is weggehaald. Ja? Vanochtend. Ik heb even een update over het gehackt zijn. Die wil ik even maken. Maar dat boeit niet. Waarom zou je een video maken over het gehackt? Dat maakt nog niemand uit. Ja, even toch hype dat je terug bent, even kijken wat mensen erover zeggen. Vette hype! Doe de hype! Milo, sta op! Doe de hype! Hij deed het al voor me, hij deed het al voor me. Doe even. Ik ga het niet doen. No. Nou mensen, zo ziet een dag opnemen van de bank er dus uit. Super interessant. Milo. Hey mensen van Koen, ja, wat een gave vlog weer mensen. Even de hype. Ik ga dat niet doen. Hard gezien. Wat gaat? Mensen, iemand heeft mij dit dus opgestuurd. En van bank dus, hij staat hier. Heb je het gratis gekregen? Ja, gratis ja. Nee. Ja. Zo 3-dimensionaal is. Kan dat los of niet? Nee, niet doen. Kan ook los. Niet verpesten. Dit ziet er echt niet uit. Nou mensen, dit gebeurt er als je iets maakt voor Koen met de allerbeste bedoelingen. Het is een vieze groene. Ja, nee, maar dat was een hartje, maar dat kan je gewoon uitvegen. Een hartje? Oh, dat van die like. Kijk, had ze. Maar Milo, wil je deze niet hebben? Vet, wordt van niks. Toch, jouw track. Ja. Hier, het hartje nog goed, hè? Ja, Milo, je mag hem hebben. Ja. Maar moet je wel even de hype doen. Nee, maar ik ga... Nee, ik ga dat niet doen. Zal ik hem in mijn Insta-story zetten? Ja. Dat ga ik dan wel doen.
Hoe heet die vent? Ja, ik heb het weggetiefd. Tom volgens mij. Oh, nou, dat kan ik het laatst niet doen. Ik zou wel zeggen bedankt, Tom. Ik neem hem mee, even kijken. Hij was 18. 18? Dit maakt ik voor moederdag in roep 4. Milo, wil jij op dit moment 5 euro verdienen? Ik ga niet de tering hype doen. Voor 10 seconden hype voor 5 euro. Ik ga niet de hype doen. Ik ga dat niet doen. Ik ga dat niet doen. Even 10 euro ook niet. Voor 10, nee, niet even de hype. 10 seconden voor 20 euro. Oh, ik ga hem nog niet voor lul zetten. Oh, voor 20 euro. 2 euro per seconde, hè? Ik ga dat niet doen. Ik ga dat echt niet doen. Nee, ik laat me niet opfokken. Hij is echt lijp. Ja, hij doet hem wel lekker. Blijf maar even hoog. Misschien doe ik het op een gegeven moment wel. Ja. 100. 100? Nee. Hoor ik hem 100, hoor ik 100. Hem 100 zeggen? 100. Ik hoor hem 100 zeggen. 100. Nee, ik ga geen 100 betalen. Nee. 100. Oké, 100. 20 seconden. 20 seconden? Nee, ga ik niet doen. 200? Weg! 200. Hij wil juist 100 euro voor 20 seconden afslaan. Die ben je echt niet bang. Ik kan niet 20 seconden om even hier de hype zag. Oh. Diep erop. Want net Mino opstaat in de auto, maar ik had mijn geluid niet aanstaan. Ja, dat was super. Echt jammer, dat was echt leuk. Ik was echt bang dat ik er nooit. Ja, ik was echt bang dat ik er nooit meer uit zou komen. Oh, was ik bang. Yo man, SO en naar de boys! Ja Roda, man, laat je tieten zien. Waar is dit? Woerden man, echt zo woerden. Mensen zitten nu in de auto. We zijn eigenlijk iets aan het doen wat we nog niet mogen vertellen. Zitten in de wat dan? Het is toch geen auto jongen, tandtoestel. Nee maar jongens, dit is mijn view. Hier mogen we wel schelden en vieze grapjes maken. Oh. Erge griep. Goed mensen, we hebben het hartstikke leuk, gezellig. Leuk de vlog. Heerlijk, heb je gevoerd? Nee. Maar waarom ga je op een zitwc is niet meer voegen? Nou, omdat ik dacht ik ga schijten, maar ik hoef het niet. Waarom wil je dat ik gevoegd? Nee, dat is leuk, want dan kan ik zeggen, ah, hij heeft gevoegd. Ja, maar jij bent zo iemand die poepen. Dat is spie. Ik heb niet gepoept. Hij heeft sowieso gepoept. Nee, hij zegt maar niet. Hij heeft heb jij gepoept? Nee, natuurlijk niet, maar hoe, hoe heb jij niet gepoept? Waarom ga je op dan een zitwc? Dat vind ik lekker, weet je, je eigen hokje. Ik heb gestaan. Heb je staan gepoept? Jezus! Helemaal raar, helemaal gek die gast. Voor de mensen die zich afvragen, wat de fuck zijn jullie nu aan het doen? Ja, we zijn nu in, waar zijn we nu? In Friesland? We staan hier zo langs de snelweg. Ja, dat klopt. Wil je even de hype doen? Waarom zou ik nu wel de hype gaan doen? Ja, weet ik niet, je bent niet toch uitgestapt. Nee, maar jij doet het ook zo voorkomen alsof ik zou het dus heel logisch om het te doen omdat we naast de snelweg staan. Dat is echt zo'n dutbaan. Wij proberen het een beetje mooi te maken dan dit. Nee, maar kijk, jij mag best je bottom wat verhogen. 25. 25? Ja! Bro, hij heeft op 100 gestaan. Ja, maar daar komt hij nooit meer. Vooruit dan maar. Zal ik het doen? Ja. Nee, natuurlijk niet. Nee! Vlog is leuk! Hoor je dat? We hebben een serieuze video gemaakt op de bank zitten en dan gaat die kutvlogcamera van jou gaan we het over poep. Echt een mooi moment gemist, ja. Hè? Oh. We waren weer naar het toilet. We hadden echt al de vierde moest keer. Moest je wel poepen? Nee, het mooie was, ik was niet aan het poepen, maar ik kom met Koen het toilet oplopen en ik adem in. Nou, daar werd gepoept, kan ik vertellen. Ja, ja. Daar werd zeer zeker gepoept. Door een random man. Nou, ik keek en ik zag twee voeten zo vooruit staan in het hokje, dus daar zat iemand, die zat lekker te schijnen. Er kwam bijna onder het hokje door, die ja, ja, dus wij lekker pissen. Nou ja, niet heel lekker, want stom. Komt Matty binnenlopen. Ja, wat quote je precies? Ja, zo, het stinkt hier niet naar kak! Nee, maar het stonk inderdaad ook echt niet naar kak, hoor. Hij zei, zo, het stinkt hier niet naar poep! En die man hoorde je ook echt zo van... Maar je wist ook gewoon, die vent die gaat niet naar buiten komen voordat wij weg zijn. Oh. Mensen, Matt, je hebt zojuist gekotst. Oh. Wat een kneus. Oké, het was geen kot. Laat Matty zijn McFlurry vallen. Nee, wat? Oh. Ja, okay. Oh! Ik krak over mijn eigen schoen heen. Oh, wat lekker. Dames en heren, we zijn klaar met de opnamedag. Ik ben klaar met de fucking flow. Mannen, ik heb echt genoten. Milo. Wat is er nou? Milo, alsjeblieft. Even met 200 euro, man. Zou nog iets zeggen over? Nee, niks. Doe het gewoon. Nee, niks? Ja! Yeah! Yeah! We hebben hem! Sup op Koen.